Er zijn twee soorten mensen, vertellers en luisteraars. Giet Jaspers, die ik voor het eerst heb leren kennen toen we samen op de Filmacademie in Amsterdam zaten, in het begin van de 60e jaren, behoort duidelijk tot de vertellers. Ikzelf hoor bij de luisteraars. Vanaf de eerste schooldag voerde Giet Jaspers het hoogste woord. Toen al hing ik aan zijn lippen en moest erg vaak erg om hem lachen. Na de Filmacademie hebben we vrijwel nooit meer contact gehad. Vanuit de verte volgde ik Giet's carrière als televisiemaker. Honderden programma's maakte hij met mensen als Ruud van Hemert, Wim T. Schippers, Sonja Barend, Berend Boudewijn en Paul Hane. Verder was hij speelfilmproducent, televisiepresentator en zakenman. Een paar jaar geleden kreeg Giet Jaspers een wekelijks radioprogramma, Ontmoeting in de Natuur, bij de VPRO. Via mijn autoradio hoorde ik in 1994 rijdend op de weg van Purmerend naar Amsterdam, tijdens de uitzending van het programma, dat zijn einde nabij was. Na 30 jaar en nog steeds een hartstochtelijk luisteraar, nam ik weer contact met hem op. In de hoop dat hij nog tijd en kracht genoeg zou hebben om het verhaal van zijn bewogen leven aan mijn camera toe te vertrouwen. Ik ben nu anderhalf, bijna twee jaar doodziek, zeg maar. En ik heb er nog nooit van gedroomd. Nog nooit, niet één keer. En daar weet ik ook niet hoe dat kan. Ik had gedacht... Kijk, in het begin als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent... Dan zie je een leven voor je dat onleefbaar is. Dan kun je dat ook in feite niet meer opbrengen. Je denkt, dit kan nooit meer, dit wordt nooit meer wat. Zo, ik kan niet meer leven nu. En dan ga je ook echt denken over zelfmoord. En dat heb je ook gedaan. Ja. Ik heb... Natuurlijk, ik heb overwogen om zelfmoord te plegen, zoals iedereen dat doet. En afgezien ook van het feit dat of ik dat zou kunnen... Maar ik ben zo goed getrouwd, zo gelukkig getrouwd... dat je dat... Opeens komt het besef in je dat je dat niet mag doen... tegenover degene met wie je getrouwd bent. Tegenover degene die je lief hebt en die jou lief heeft. Het is onmogelijk om dan jezelf het leven te benemen. Want dan zou je de ander zo ontzettend opzadelen... met die zelfgekozen dood, dan zou het leven geruïneerd zijn van de ander. Want hoe je het ook draait of keert, bij wat voor een ziekte dan ook... er is altijd een spoortje hoop. Er is altijd ergens iets in je dat zegt, misschien gaat het niet door. Dat is gewoon zo. Dat is bij de een sterker en bij de ander minder sterk. Maar mijn vrouw bijvoorbeeld, die is ervan overtuigd dat het niet doorgaat. En je zou, als je zo'n ingreep zou plegen, als je zoiets zou doen... zou je je eigen vrouw zo'n ongelofelijke klap in haar gezicht geven. Dat is onmogelijk om te doen. Dat zou barbaar zijn. In de vorige aflevering van Het leven van Giet Jaspers... vertelde Giet over zijn volkomen toevallige kennismaking met de Filmacademie... en zijn carrière daarna als televisiemaker... Jarenlang was hij volkomen verslaafd aan televisie maken. Maar zo plotseling als zijn televisiecarrière begon, zo plotseling had hij er op een dag genoeg van. Hij besloot zijn leven een hele nieuwe wending te geven. Op 1 april 1978 kocht ik een horloge. Ik dronk een glas melk, terwijl ik melk het vieste drankje vond van de hele wereld. En ik kocht een pak sigaretten. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet rookte. En ik ging naar de Herengracht en ik huurde een kantoor. Een beetje een kantoor als dit, maar dan met een prachtig behang erop van duizenden guldens. En ik was van plan om geld te verdienen. Want ik had altijd dat geld langs me heen zien gaan. Al die presentatoren, al die producers, die verdienden allemaal geld. En ik zat een beetje als ideeënman en als... medewerking als redacteur of als regisseur. Ik kreeg altijd 1000 gulden of 2000 gulden. Maar ik dacht, nu wil ik ook wel eens wat verdienen.
En ik huurde zo'n kantoor als dit. En toen dacht ik, maar hoe ga ik nog geld verdienen? En ik herinner me nog dat Wim Schippers en Ellen Jens, zijn vrouw, die kwamen bij mij op bezoek. En die liepen zo'n beetje, die drentelden in het kantoor rond, dat net zo leeg was als hier nu. Er stond alleen maar een telefoon hier. En toen zei Ellen, maar hoe ga je dan geld verdienen? En toen zei ik, ik zou het niet weten, maar ik wil absoluut meer dan 1 miljoen gulden verdienen. En op een middag, ik had het kantoor al een paar maanden en het schoot niet erg op met dat miljonair worden, loop ik over straat, over de gracht. En ik zie daar een jongen die ik kende van de filmacademie van vroeger. Die heette Samuel Meijering. En die Samuel Meijering, dat was een soort stille jongen. En ik vond hem tamelijk briljant in de dingen die hij deed. Een paar prachtige filmpjes gemaakt. Maar opeens herinnerde ik mij dat hij vroeger op de filmacademie, 16 jaar geleden, 1962, had hij een doosje voor zich op de filmacademie. Ik zag dat doosje opeens voor me. Een doosje dat je kon uitrollen en daar had hij zijn potloden en zijn balpennen en wat paperclips en zo, had hij erin. En dat kon hij oprollen en merkwaardigerwijs viel er niks door elkaar. Je kon die doos zo aan de kant zetten. En ik riep hem, Samuel. Ik zei, heb jij dat doosje nog, dat blauwachtig, zilverachtige doosje wat je vroeger had op de filmacademie, waar je zo handig die spulletjes in kon opbergen? Toen zei hij, ja, dat heb ik nog wel. Dat ligt ergens bij mij thuis. Ik zei, dan kom ik bij jou thuis om eens te kijken naar dat doosje. Want ik ben een kantoor begonnen en ik wil miljonair worden en misschien kunnen we iets doen. En ik ben naar zijn huis gegaan. Hij woonde in Sint-Anne-Dwarssteeg, geloof ik, ergens bij de Walletjes. En ik zit daar en ik zeg, Samuel, waar heb je dat doosje? En toen zei hij, nou, dat ligt daarboven op die kast. En ik zie me nog naar boven zo reiken en ik pak dat blauwe doosje en ik leg het nog een keer voor me. Ik rol het nog een keer uit en ik zeg, mag ik dat voor jou verkopen? En toen zei hij, nou, dat mag wel, maar ik denk niet dat het gaat lukken, want het is al zo vaak door iemand geprobeerd. Ik zeg, maar laat mij het nou eens proberen. Want opeens zag ik daar iets in dat rare doosje. En ik ben naar mijn kantoor gegaan en ik ben begonnen met bellen. Ik heb de hele wereld afgebeld met dat doosje. Bij de een was het te duur om het te maken. Bij de ander die vond het weer te goedkoop om te maken. Die vond het niet passen in wat hij verkocht. De volgende die wilde het wel doen, maar die lag in scheiding met zijn vrouw en die kon het geld er niet voor vrijmaken. En weer een ander bedrijf, die maakte al zoveel winst. Wat moet je met nog meer winst met zo'n doosje? En ze hadden allemaal een reden waarom het niet doorging. En op een middag zat Samuel weer bij me aan tafel. En ik had eigenlijk eerlijk gezegd de moed een beetje verloren. Want ik dacht van, ja, ze vinden het allemaal wel leuk, maar het werkt niet. Ik krijg dat niet verkocht. En ik zei tegen Samuel, heb je niet nog wat anders uitgevonden? Wat misschien wat beter te verkopen valt. En toen zei hij, ja, ik heb nog een wieltje uitgevonden een keer dat alle kanten oprolt. Een wieltje dat alle kanten oprolt. Hij zei, ja, dat noemen we een omnidirectional wheel. En toen zei ik, Samuel, ik geloof je. Ik begrijp er niets van. Ik begrijp niet hoe een wieltje alle kanten kan oprollen, maar ik geloof je. En we zijn toen op de een of andere manier, hij is naar huis gegaan en heeft een technische tekening gemaakt, waar ik ook helemaal geen wijs uit kon worden. Maar ik zei, weet je wat we nu gaan doen? We gaan het laten maken door een modelbouwer, een modelmaker. En die man zei, dat rolt niet alle kanten op, dat kan ik zo zien. Ik zei, hou je mond maar, je werd hier ingehuurd als modelbouwer. Ik was ook nog heel brutaal. Ik zei, maak dat wieltje. En een week daarna belde hij op en hij zei, het wieltje is klaar, maar het rolt niet. Ik belde Samuel op en ik zeg, Samuel, het wieltje rolt niet. En Samuel zei, dat kan niet. En hij is naar die man toegegaan en die belde mij na 2 uur op. En hij zei, Giet, het rolt. En toen kwam hij terug op kantoor met dat wieltje. Dat wieltje was gemonteerd op een plankje. En dat kon dus, als je de tafel hier voorstelt, dat kon dus naar beneden rollen, dat kan aan ieder wieltje. Maar dan kon het ook zo rollen. Je moet je voorstellen dat je in een auto zit. Je rijdt met de auto waar je wilt parkeren. En dan kan je zo opeens inparkeren, zonder dat je iets hoeft te doen. Want het wiel rolt ook die kant op.
En dat was een idiote ervaring, die hoek van 90 graden. Dat een wiel dat kan rollen. En bovendien kon hij ook nog eens een keer die complexe beweging, die schuine diagonale beweging maken. Hij kon dus alle kanten oprollen, dat wieltje. En dat is van onnoemelijk belang voor een wiel. Dat had hij bedacht. En ik zag dat en ik dacht, ik ben de eerste die dit ziet in duizenden jaren beschaving, dat een wiel rolt naar alle kanten. En ik dacht, hier moeten we wat aan doen. Maar we gaan het eerst laten controleren. En toen zijn we naar, ik wist dat, er was een uitvinder in Nederland, die heette professor Horowitz. En professor Horowitz was de uitvinder van de Philipshave. En die woonde buiten Eindhoven. En ik heb die professor gebeld en ik heb gezegd, professor, wij hebben een wieltje dat alle kanten oprolt. En toen zei hij, dat kan niet, want dat bestaat niet. Hij zei, maar ik wil het u graag laten zien. Hij zei, komt u maar. En we zitten bij die professor thuis. En we laten dat wiel zien en we rollen weer over de tafel. Zo. En in die hoek van 45 graden, de diagonaal. En die professor Horowitz, die een jaar of 84 was. En die misschien wel alle uitvindingen van de wereld had mogen aanschouwen. Die keken naar en zijn ogen rolden uit zijn kassen. En toen wendde hij zich tot Samuel en toen zei hij, u hebt een uitvinding gedaan van de eerste orde. We noemen dat een uitvinding van de eerste orde. Vaak zijn uitvindingen combinaties van dingen. Maar hiermee hebt u een enorme kloof overbrugd. En toen zei hij nog iets en dat maakte ons heel nerveus. Hij zei, hier gaat u heel erg rijk mee worden. De volgende dag hebben we meteen een octrooiaanvraag ingediend. Want als je zo'n octrooiaanvraag hebt ingediend, dan mag er niemand meer in de hele wereld aan dat wieltje komen. En een paar weken daarna, toen dat gebeurd was, ben ik weer gaan zitten in mijn kantoor en ik heb de telefoon gepakt. En ik dacht, ik ga nu de grootste wielerfabrikant bellen van Europa. Dat is de firma Haco, had ik uitgevonden, in Wermelskirchen. En het was ongeveer om een uur of twee 's middags dat ik de directeur aan de telefoon kreeg van dat bedrijf. En toen zei ik, meneer, ik weet niet meer hoe die heette. Zei ik, meneer, ik heb hier een wieltje dat alle kanten oprolt. En dat wilde ik u eens laten zien. En ik hoorde nog die man zeggen, meneer, dat hoeft dan niet. Want de hoek van mijn kamer ligt helemaal vol met wieltjes die alle kanten oprollen. Alleen ze doen één ding niet, dat is alle kanten oprollen. Dus ik ben niet geïnteresseerd. Ik zei, ja, maar meneer, we hebben echt een wieltje dat alle kanten oprolt. Hij zei, u hoeft niet te komen. Ik zei, maar ik kom toch. Hij zei, als u komt, komt u voor een gesloten deur, want ik ben niet geïnteresseerd. Ik zei, en toch kom ik. En ik legde de telefoon neer en Samuel zat naast me en ik zei, Samuel, wij gaan naar Nijmegen, naar die man toe. We laten het hem gewoon zien, die man gelooft het niet. Ik zei, meneer, de directeur, kom nou eens even kijken wat wij hebben. Hij komt naar ons toe en hij zegt, nou, laat maar zien dan wat jullie hebben op de stoep. En ik zei, nee, we mogen toch wel even binnenkomen. Nou, goed, met enorm veel tegenzin liet hij ons binnen in zijn kantoor. En ik zat daar met dat wieltje op dat plankje gemonteerd. En ik bukte me en ik liet hem op de grond zien. Kijk, naar voren, opzij. En het rolt ook in 45 graden. En die man die keek naar dat wieltje, heel even. En toen liep hij naar de telefoon. En toen dacht ik, nou, dat is wel heel brutaal van die man, dat hij niet eens zijn mening geeft. Hij ging naar de telefoon en pakte de telefoon op. En toen hoorde ik hem zeggen, bel meneer Housels van Haco. Ik dacht, hé, dat gaat goed. En binnen 5 minuten werd hij doorverbonden met de secretaresse van Herr Housels, de grote president-directeur van die firma. En hij zegt, Herr Housels, gleich verbinden. En Samuel en ik keken elkaar aan en we dachten, dat zit goed, dat kan niet mis. En toen hoorden we die secretaresse tetteren, Herr Housels is in zijn wagen. Kan niet gestuurd werden. Hij zei, gleich verbinden, riep hij. En toen werd hij doorverbonden. En toen hoorde ik die herhausels tetteren in die telefoon. Was kips. Enfin, hij schold hem helemaal verrot. En die zei, en dat was het mooiste in mijn leven, en dat hoor je nooit meer. Hij zei, herhausels, komen die zo vocht nacht niet wegen. En toen brak het zweet me aan alle kanten uit. En ik zie nog het lijkbleke gezicht van Samuel die daar zit. En toen dachten we, nou, wij zitten goed. Maar meneer Housel zei, ik denk er niet over, ik kom niet. En hij kijkt even naar ons, hij zegt tegen ons, jongens,
Hebben jullie je paspoorten bij je? En zei, ja, we hebben onze paspoort wel bij. Hij zei, dan komen we hier zo innen. En wij door die donkere Duitse nacht naar die man toe. En wij komen aan bij een villa. Ik heb als televisiemaker heb ik in veel steden veel rijke mensen bezocht. En ook in villa's geweest. Maar dit sloeg alles. Die heer Hausels die had een zwembad dat liep onder zijn villa helemaal door. Dat had ik nog nooit gezien. Onder een huis een totaal zwembad. En aan de rand van het zwembad, in het avondlicht, daar halve maan, daar zat herr Hausels met zijn schoonvader. Een zeer oude man die het bedrijf had opgericht. En wij komen daar binnen, samen wel achteraan met het wieltje. En hij zegt tegen die directeur uit Nijmegen, zegt hij, was is los, was is los? En hij zegt, ik heb nog mijn grootvader laten komen, want bent u gek geworden? Hij zegt, herr Hausels, die jongen haben etwas. En toen mocht ik het weer voordoen, met dat wieltje weer. Op dat randje van dat enorme zwembad deed ik voor, omhoog en naar de zijkant. Und in 45 graden, zei ik. En die man die keek ernaar, en die keek er nog eens zo dicht naar. Zei hij, daar is een idee drin. En het was alsof er iets knapte in mij. En bij Samuel ook, het was alsof er een enorme spanning wegviel. En toen zei hij, kan ik jullie wat aanbieden? Want jullie hebben, geef ons maar een boterham. Maar we dachten natuurlijk aan al die prachtige diners die we straks zouden genieten. Met al dat geld, met al die reizen over de wereld. Kortom, we waren op dat moment zeer tevreden met een gewone boterham met zwijnenvlees of zoiets, wat zat erop. Die man die zei, dit is een idee, dit is een goed idee, dit wil ik hebben. En de dagen daarop zijn we bezig geweest met denken over hoe moet je dat nou doen. Maar we waren heel erg nerveus geworden. We dachten, we gaan fouten maken, we kunnen dit eigenlijk niet. En ik dacht, weet je wat, we gaan een adviseur erbij halen. Ook al betalen we die man een grof salaris, je kunt je beter goed laten voorlichten hoe je dat moet doen. Hoe moet je die zaken doen? We hadden nog nooit zulke zaken gedaan. En zeker niet van zo'n omvang. Want het ging echt om miljoenen. Wat er toen allemaal gebeurde, wat er onderzocht werd, wat er allemaal aangezwengeld werd, wat voor een contact dat die man legde, hoe die man kon reizen. Het was formidabel. Een beter iemand hadden we ons nooit kunnen wensen. Maar omdat hij zelf zo bezig was met dat wieltje, dat ging weken en maanden duren, op een gegeven moment belde hij niet meer op. En toen zei hij tegen mij, Giet, je moet eens met Samuel bespreken, hoe zouden jullie het vinden als ik het wieltje ging kopen van jullie? Als ik het ging kopen. Op een gegeven moment hebben we het contract getekend met Van der Molen. En daar stond bij, daar stond het eerste punt, was heel belangrijk. Daar stond koper, vrijwaard koper van aanspraken van derden. Dat betekent dat je als verkoper de risico's op je neemt dat het ergens, dat wieltje wel bestaat, dat het al gemaakt is, dat er aanspraken zijn van derden. Dat is een heel belangrijk regel in zijn contract. Maar we hebben dat getekend. We dachten, er is nu zoveel tijd aan besteed om het na te gaan of het ooit ergens bestaan heeft. Dat kunnen we wel tekenen. Dus wij tekenden het contract. We hebben een fles champagne opengemaakt. Maar eigenlijk moest het grote werk beginnen. En voor mij persoonlijk was het toen erg belangrijk dat op een gegeven datum zouden 100.000 gulden als aanbetaling op dat contract komen. En die kon ik precies gebruiken om die schulden te delgen. Ondertussen was er steeds een onderzoek naar dat wiel. Over de hele wereld, in Australië, in Amerika. Overal werden de kasten uit elkaar getrokken, de lades, om te kijken of er zo'n wieltje al bestond, of er al een patentaanvraag bestond. Maar steeds kwam er niets boven water. En langzaam maar zeker naderde die dag dat ik die 100.000 gulden zou ontvangen van Van der Molen als aanbetaling. En het was een week daarvoor dat hij me opbelde. En hij belde wel 3 keer per dag. We waren altijd in onderhandeling met elkaar. En ik neem de telefoon op. Hij zegt met Ber van der Molen. Hij zegt, Giet, ik heb slecht nieuws voor je, denk ik. En ik dacht, ik was zo in een euforie. Ik dacht, er kan niets mis meer gaan. Ik dacht dat hij iets ging zeggen van familieomstandigheden of zo. Maar hij zei, ik heb hier een papiertje voor me liggen. En dat lijkt er verdomd veel op. Een patent.
ik kom naar je toe. En hij kwam naar me toe. En ik zit daar. En hij legt dat papiertje voor mijn neus. En we hadden het al zo lang. We hadden er zo lang aan gewerkt. Bijna 2 jaar. En het was het precies. Het was gewoon al een bestaand wieltje. Het was al een keer uitgevonden door iemand. En ik zag het. En ik dacht dat mijn leven in elkaar stortte. En ik zei, nou, we moeten samen wel bellen. En ik heb samen wel gebeld. En ik zei, je moet maar komen kijken. We hebben hier iets liggen. En hij kwam binnen. En hij zei, ja, dat is het. Dat is het helemaal. Het was ook nog precies hetzelfde getekend. En het was op een vrijdag dat Van der Molen dat meest ongelukzalige bericht uit mijn leven kwam vertellen. Als ooit luchtkastelen zijn ingestort, dan is het wel die vrijdagmiddag geweest. En Samuel is naar huis gegaan en Van der Molen is naar huis gegaan en ik ben naar huis gegaan. En ik heb werkelijk die zaterdag gedacht, ik maak een einde aan mijn leven. Ik had zo'n deceptie, zo'n teleurstelling. Ik dacht, daar kom ik nooit meer overheen. Je hebt dat allemaal zo zorgvuldig opgebouwd, zo zorgvuldig mogelijk. En je denkt, ja, nu gaat het gebeuren. Nu ga je een jongensdroom ga je realiseren. En toen was het niet gelukt. En ik heb daar bij dat raam gestaan en ik heb gedacht, nou, ik spring gewoon het raam uit. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik weet niet meer hoe ik dat weekend ben doorgekomen. Ik was er niet meer, ik belde met niemand, ik kon het niet meer begrijpen. Het was om me heen helemaal stil geworden. En de maandag daarop dacht ik, ja, we moeten door, we moeten verder. We moeten verder, want ik moest mijn schuldeisers betalen. En die moest ik nu gaan opbellen om te zeggen dat het weer niet doorging. En toen heb ik Van der Molen opgebeld en die was heel erg aardig. En die zei, weet je wat? Hij zei, we laten het wieltje voor wat het is. Ik koop van jullie die roldoos. Ik ga beginnen met jullie met die roldoos te ontwikkelen. Want die had hij natuurlijk ook in die tussentijd gezien en dat vond hij ook een aardig ding. En dat zijn we toen